Hey, hoi, 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 met Angela van Angela's Creaties. En welkom terug bij YouTube-kanaal. Ja, ik mag jullie verblijden en blij maken met een unboxing van de allernieuwste kerstlijn van Janine's Mindful Art Collection. Oh, hij is gaaf. Die kleuren. Oh, hij is echt... loving it. Het is festive nostalgia. Ja, dat is het ook echt inderdaad. Ik ga het gewoon even met jullie doorbladeren. Onder andere is dan de 30x30 scrapvellen uitgekomen. En dan is er ook nog de duikboekje met allemaal elementjes. En twee paperpads. En dan... van 20,3 bij 20,3. En een mixed paper pad weer. En er is natuurlijk nog wat aantal stempels en stickers. En ik ga het gewoon even met jullie doornemen. Dit zijn de... Kijk dan. Oh, die kleuren met dat rooi en dat groene. Ja, nostalgisch is het wel. Het is echt weer een prachtige lijn. Echt geweldig. Nou, deze is ook weer de 20,3 bij 20,3. Oh, kijk dan. Deze is enkelzijdig, zoals jullie zien. Ik zit even te kijken of ik het goed in beeld krijg. En hier zie je ze ook nog eens een keer allemaal goed. Ik moet dus even op mijn camera aan het kijken of ik het goed laat zien. Kijk dan, gaaf hè, met de kerstkleuren. Groen, rood. Nou, dan is er weer een mixed paper pad. Oh, kijk dan dit vellum. Oh, wauw. Kleuren, even kleuren. Nou, weer elementjes die je eventueel ook gewoon... Oh, kijk dan, voor tekst. Je ziet het, meerdere keren komt het erin terug. Oh, gaaf hè? Dit is dus ook enkelzijdig. Ondertussen ben ik ook even mijn camera aan het kijken. Echt. Oh, hij valt al uit mijn handen. Dan is natuurlijk de mixed, de scrap, die is dus niet enkelzijdig, die is dubbelzijdig. Echt op scrap formaat. Ja, echt geweldig hè. Oh. Ja, ik hoop dat ik het een beetje goed in beeld kan brengen. Kijk, ook weer knipelementjes. Zoals jullie zien. Ja, kijk dan. Oh, kijk dan. Oh, geweldig, hè? Ja, echt. Schitterend. Dan, nou, die leggen we gewoon aan de kanten. Want... dan zijn er nog meer dingetjes uitgekomen. Hemkort met ook weer verschillende kleurtjes, allemaal passend bij de kleurtjes in de paperpads. Nou, twee stickersetjes, één keer in het Engels en één keer in het Nederlands. Ik zal ze eventjes openmaken met jullie. Even kijken hoor. Dit is de Engelse tekst. En die is dan in het zwart. Rood. Beetje kerstbordeaux. En groen. Kijk dan, gaaf hè. Dit zijn dan de Engelse teksten. En dit zijn dan ook weer de Nederlandse teksten. En die zijn dus ook, net als de Engelse teksten, in het groen, zwart en rood. Dus ook echt allemaal voor de kerstkleuren. Dan zijn er ook weer stempelsetjes. Even kijken, ik leg dit even aan de kant. Ja.
ik dan. Stempel zit je met een kersthui. Ik laat het aan deze kant zien, want ik denk dat dat beter te zien is voor jullie. Kijk dan, gaaf hè. Kerstbomen, die sneeuwpop. Oh. Kijk dan ook met die vogel en die kerstvlokken. Oh, gaaf hè. Echt geweldig. En dan ook weer een stempelsetje met allemaal teksten. Silent Night. Merry Christmas. Voor postcards. Joy to the World. Ja, echt. Ja, geweldig hè. Kijk, zullen we even kijken of ik goed in beeld ben hoor. Dan ook weer deze mooie teksten. In Nederlandse teksten. Dat zijn dus kerstpost. Sterretjes. IJspret, oud en nieuw, gezegende kerstdagen, 25 december, sleetje rijden. Als je iets wil sturen voor een kerstpost, met niet open voor 25 december. Als je een cadeautje maakt bijvoorbeeld, ja geweldig hè. Dan hebben ze weer een aantal snijmallen. Oh kijk dan, die doily. Geweldig. Oh, kijk dan. Mooi, hè? Deze ook met al die met takjes en ook zo'n... Hè, dat hekje een beetje hetzelfde als de kerststempeltjes. Ja, gaaf, hè? Oh, deze was ik ook zo lief op de poinsettia's. Ja, echt. Kijk, zo wordt hij dan open en dicht. Poinsettia Ice Swirl Frame. Dat is wat erop zit. Ja, gaaf hè. Dan deze ook met die kerststerren. Die mooie border. Kijk, die kerststerren en de sneeuwvlokken, die komen dan weer in die border terug. Nou, dan heb je ook weer met de acetates. Ik zal ze er ook even uithalen. Oh, het gaaf, hè? Kijk dan. Met wit. Ja, dat is moeilijk dit een beetje goed in beeld te krijgen, hè? En met zwart. Dus alles heb je dan in dubbel, in het wit en in het zwart. Kijk dan. Je hebt dus 6 acetates, 3 wit en 3 zwart. Dus het is hetzelfde wit. Oh. Wit en zwart. En dan hebben ze nog mask stencils uitgebracht. Kijk dan. Oh, dat is gaaf. Ja, ik zie er echt even te kijken of ik goed in beeld ben hoor. Kijk dan, mooi hè. Oh. Snowy Border heet het. Deze ook. Starry Border staat hier. Kijk dan. Het is gewoon ook van, hè. Je hoeft niet eens alles, maar gewoon. Kijk dan. Ja, I'm loving it. Ik weet het. En op het moment dat deze op mijn YouTube kanaal staat, dan is die ook in de winkel, in de webshop van hobbyvision.nl te verkrijgen. En in alle winkels. Is die ook inmiddels te verkrijgen. Ik zou zeggen, op de groep van JMA, plaats jullie creaties met deze collectie en andere collecties natuurlijk. En ik ga er ook een lijst mee geven met deze en ook mijn andere collega's van het design team. En ik kan jullie zeggen, we hebben allemaal al hele mooie voorbeelden voor jullie gemaakt. Als je nog geen lid bent, word even lid van mijn YouTube kanaal en klik ook even op de notificatiebel. Want zodra er een tutorial online staat, krijg je daar een melding van. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!